Kijk, let op, hè. Ik ga gewoon door de lava zwemmen. Hey! Dat is wel zwaar relaxed. Ik ga gewoon even een stukje zwemmen. Hop! Hey kijkers, Michael Sturms. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Pixelmon. Vandaag gaan we verder waar we gebleven waren. En zitten we eigenlijk nog steeds op onszelfde eilandje. Heb ik wat boompjes weggehakt. Alleen ben ik nou alweer... Of althans zit ik nu alweer zonder Iron. Ja, in ieder geval, wat gaan we dus doen vandaag? We moeten dus spullen verzamelen. Ik heb in ieder geval wel een heleboel spulletjes. Dus, of althans goede Pokémon's. Maar ja, die hebben we gewoon stiekem gekocht. Hahaha. En ik weet dat hier kool zit. Dus we nemen gewoon even wat kool mee. En als we dat meenemen, kunnen we even naar beneden op zoek naar wat Iron of wat Diamonds. Want ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren in Pixelmon. En als we dat eenmaal gedaan hebben... Dan kunnen we weer verder met het klaarmaken van ons eilandje. Ik weet nog steeds niet wat we eigenlijk daar willen. Daar ben ik nog niet echt over uit, maar dat komt nog wel. Geloof me, dit gaat goed komen. We zijn in ieder geval een stuk verder dan dat we eerst waren. En we hebben in ieder geval wat geclaimd. Dus dat zit wel helemaal lekker flexi-taxi. Ondertussen heb ik wat kool, heb ik torches. Ik ga gewoon naar beneden. Dat kool dat komt later nog wel. Als we maar iron hebben, want ik heb gewoon geen hatchet meer... En zonder hatchet te gaan, het duurt gewoon een boom hakken, gewoon knijterslang. Gelukkig hebben we hier wat iron. Dus dat komt goed uit. Hopelijk zitten er inderdaad meer dan 3 in. Dat komt nog beter uit, want dan kan ik gewoon direct naar boven, kan ik die furnace aanzetten. Dan kunnen we de boel gaan smelten en noem maar op. In ieder geval, het zou super awesome zijn als jullie allemaal zelf een duimpje omhoog drukken. Mocht je mee willen spelen op Pixelmon, dan kan dat. Check dan even alles in de beschrijving. Daar staat volledig uitleg wat je moet doen. In ieder geval, je moet Technic Launcher downloaden. En als je dan Poké Smash invult, dan kan je zo die launcher downloaden. Easy peasy as squeezy. Lemon squeezy, zeggen ze ook nog wel eens. Even kijken. Huppatee, zo. Een furnace. Ja. Die zetten we er gewoon bovenop. Hoppa. Dan gooien we de iron erin, coal erin en... Ga met die banaan. Eigenlijk zouden we gewoon nog dieper moeten op zoek naar diamonds. Of nog een keer iron vinden. Dat mag natuurlijk ook. Niet heel vervelend dit natuurlijk. Hoppatee. Kom maar mee. Hieronder nog meer? Nee, helaas. Dat geeft niet. We hebben in ieder geval nog wel wat kobbel. Dus die knallen we er wel neer. Torches hebben we nog. Hoppatee. Nou, ziet dit er even goed uit? Of ziet dit er even goed uit? Gas erop. En als we dan dit eenmaal weg hebben gehaald... En diamonds hebben, dan kunnen we in ieder geval dat eiland een beetje... Want Eva moet natuurlijk ook tools hebben. En zonder die tools kunnen we natuurlijk dat eiland niet afmaken. Eva moet natuurlijk tools hebben, ik moet natuurlijk tools hebben. Enig jammer is dat het niet dual wield is. Dus je kan er niet in je andere hand de torches houden. Want dan kan je hem niet plaatsen. Nou, rustig. Niet zo spammen, jongen. Keihard. Ik zou ook best wel een Raikou willen. Zou ik die gewoon gaan halen? Ik weet niet. Mensen, wat is nou een Pokémon dat jullie zeggen van... Ja, jullie moeten die en die gaan halen. Ik heb nog geen idee nagedacht eigenlijk. Ik heb nu alle vogelpokémons. Ik heb zelfs eentje aan Eva gegeven. Maar ik zou nog eigenlijk wel iets nieuws willen. Wat zou ik gaan halen? Ik weet nog niet. Een nieuwe Pokémon. Of althans een awesome Pokémon. Welke wordt het? Ik ben heel benieuwd wat jullie zouden willen. Hoppatee. We gaan hier naar beneden toe. En op zoek naar diamantjes. Volgens mij mogen we nog wel een eindje. We zitten een lange na niet op level 11, denk ik. Nog 10 blokjes naar beneden. Dus is 1. Dit is nummer 2. Dit is nummer 3. Hier is nummer 4. Kijk, hoppa. Dit is nummer 5. Dit is nummer 6. En bij nog 7. Oh, kom op. Dit is 8. Ja, en dit is 9. Oh, 9. Oh. Dit is 9, ik zei 9 en dit is 10. Ook lekker meteen in een grot vol met spullen. Hoor ik nou iemand bouwen? Oh nee, dat ben ik. Wat is dit nou weer dan? Wat is dit voor een nieuw blok? Firestone Shard. Oh, awesome! Dan kan ik dus mijn Eevee evolueren in een Flareon of zo. Dat is wel awesome. Goed bedacht dat. Kijk die kant uit. Zet 2 waterhoopjes. Ja, kom op. Huppa, die is ook dicht. Nice. Oké, hier zit echt wel genoeg spullen. Dus dit komt wel goed. Ik denk als we hier een beetje gaan rondzoeken. Maar ik ga ook gewoon niet helemaal naar achter. Maar in ieder geval hebben we wel eens Firestone Shards. Die vind ik wel awesome. Die nemen we gewoon mee. Daar kunnen we wel wat tos van maken. Zit hier lava onder? Nee, nice. Hop, nemen we mee.
Alle iron pakken we hier nog even. Hoppatee. En hier pakken we even de iron. En deze iron nemen we natuurlijk mee. Mogen we ook niet vergeten. Het ziek idee. Ja hoor, dit ziet er goed uit. Hop. Zo, nou dan hebben we in ieder geval genoeg iron voorlopig om tools te maken. Ik was even in focus om te kijken wat hierachter zat. Hopelijk kan ik hier rechtstreeks nu achter kijken. Nee, dat kunnen we dus niet. Nope, ik zie niks spannends. Het rare is, als je gaat zoeken, dan beweeg je gewoon met je hoofd mee. Aan de ene kant is het ook wel grappig. Dat je helemaal zo mee gaat kijken van... Oh, zit er wat om het hoekje? I don't know, man. Even kijken. Deze hakken we weg, want hier zitten nog twee Firestone shards achter. Ah, mis. Helaas, pindakaas. Ik had wel gedacht dat we die in onze inventory zouden krijgen vanaf daar. Ik heb ook altijd pech. Oké, nu hebben we een probleem. Want ik weet niet meer waar we vandaan kwamen. Even kijken. Hier dan? Nee. Ja. Het was in ieder geval wel bij Obsidian in de buurt. Moet het hier zijn? Ja, oké. Weggevonden. Terug naar boven. Oh, wat doe ik? Huh? Ik ga niet dood? Ik viel in de lava. Ik ga niet dood. Hoe kan dat? Jullie zagen het, hè? Ik kreeg gewoon niet dood. Ik kreeg gewoon geen damage, niks. Nou, chill. Kan ik gewoon in lava zwemmen? Hoe kan dat? Ik heb niks anders dan niemand anders, volgens mij. Kijk, let op, hè. Ik ga gewoon door de lava zwemmen. Hey! Dat is wel zwaar relaxed. Ik ga gewoon even een stukje zwemmen. Hop, ik zwem gewoon door de lava heen. Nou, dit is wel bizar, hoor. Ik kan gewoon door de lava heen. Kijk hoor, deze kant uit. Als ik zoiets heb van, nou, hier wil ik gewoon even een stukje zwemmen, ga ik gewoon lekker zwemmen. Hop, kijk. Hey! Oh, ik kan zelfs onder de lava kijken wat hier zit. Zit hier wat spannends? Damn, dit is gek hoor. Ik weet niet, kan iedereen dit? Zou zomaar kunnen dat iedereen dit kan hoor, maar ik wist dit niet. Oké, nu moeten we even de weg terugvinden. Volgens mij was het hier en dan naar boven links. Yes! Hoppatee, awesome sauce. Gaan we naar boven. Gas erop, even nog meer spullen in de furnace doen. Dan hebben we in ieder geval, heb ik tools, heeft Eva tools. En dan kunnen we allebei in ieder geval verder met Pixelmon. Wat zouden jullie graag gebouwd zien willen worden op ons eilandje? Want ja, het is natuurlijk Pixelmon. Het is geen prison of zoiets of I don't know. Maar het is wel leuk. Je kan er wel iets awesomes bouwen. Misschien dat Giel of zo komt helpen met bouwen. Of ik heb nog geen idee hoe we dat... Hey, oh, dat is een ladyba. Twee ladyba's zelfs. Ik heb er nog eigenlijk niet over nagedacht. In ieder geval, laat even wat tofs in de reacties achter. Mocht jij nou een idee hebben, dan ben ik daar heel benieuwd naar. Hopelijk zie ik jou de volgende keer weer bij een nieuwe Pixelmon. Druk op het duimpje omhoog. Dat zou helemaal awesome zijn. En zeg ik tegen mensen tot de volgende keer natuurlijk. En ciao!